Goedemorgen. Het is vandaag donderdag 17 augustus. Het is een uurtje of 7:30, vrij vroeg. Maar wij gaan weer de golfbaan van Westendorf op. Ja, lekker hoor. Het is even na 9 uur. We zijn nu een uurtje onderweg. We zien hier nog de duw op de baan. Dat ligt zeker niet op de greens. Die zijn ontzettend mooi schoongemaakt in de ochtend. Dus daar heb je absoluut geen problemen van. En wat is ook mooi als je vroeg begint. Dan zie je ook dat het steeds beter weer gaat worden. Het is nu al aardig warm aan het worden. En dat kunnen we goed merken. De eerste 9 holes die hebben we afgelegd en het was een prima rondje en we hopen dat we dat de tweede 9 ook voort kunnen zetten. Maar wat is het hier mooi, maar dat zien jullie vast wel. We zijn aanbeland op hole 14 en de green daarvan, maar kijk nou zelf. Verschrikkelijk mooi het hier is. En voor de kenners hier die vaak in Westendorf zijn. Dit is het Ouderhof. Voorlopig nog gesloten. Laten we hopen dat het van de winter weer geopend is. En wij vervolgen onze weg naar hole 15. Wij zijn aanbeland op hole 18. Bij een telefoon. Bij een Engelse telefooncel. En hier kun je ook echt bellen, maar eigenlijk maar naar één punt. Dat is Clubhuis, want over een kwartier staan daar dan je drankjes of misschien wel wat te knabbelen. Klaar. Dit was het weer voor ons op de golfbaan van Westendorf, hole 18 hier vlak voor ons. Zojuist afgerond. En naast ons komen ze ook al op hole 9 binnen. Nou, wat kan ik zeggen over deze baan? Het is een hele mooie baan. Hij is hier en daar ook een tikkie moeilijk. Maar dat geeft niet, dat is juist de uitdaging die je hier hebt. En voor de rest is het echt in een schitterend landschap. Afgewisseld met bomenpartijen. Nou, hiervoor heb je wat waterpartijen. Overigens is niet heel veel water hier. Maar daarentegen heb je ook weer wat smalle holes te gaan. Nou, wij sluiten af. En we komen hier zeker nog een keer terug. En ik zeg maar weer de groeten.